Beste allemaal, hartelijk welkom. Wij gaan vandaag Bijbel lezen en wij, dat zijn Jurk Liesman en Jelmer. Jelmer helemaal uit Groningen en Jurk helemaal uit Leuven. En ik, Perry, zei de gek. En wij gaan hem oppakken bij waar we de vorige keer gebleven zijn. En dat was in Genesis hoofdstuk 7, vers 11. Die hebben wij helemaal doorgeworsteld. En daar tegen de tijd dat deze uitzending live gaat, is er een keurige aparte playlist. En die krijgt een hele duidelijke naam, zodat je precies weet waar dat Bijbellezen over Genesis, het eerste boek van de Bijbel, waar dat allemaal bij elkaar komt. Maar voordat we van start gaan, geef ik eerst het woord aan Jurk en Jelmer om zich even voor te stellen en hallo te zeggen tegen iedereen. Wil jij beginnen, Jurk? Hallo. Ja, ik zeg kunnen hallo, goedendag. Ja. Moin moin, zoals we in Hamburg zeggen, tegen iedereen. Dat slaat lange mooi tijd aan bij Jelmer, want daar zeggen ze mooi, hè? Ja, dat klopt, ja. Goedenavond. Dat zang we ook. Ja, het is nog een lang avond. Het is nogal lang geleden dat we hier zo bijeengekomen zijn. Verleden keer was het, als ik me juist herinner, met broeder Michael daar nog bij. Die heb ik vergeten te vragen of hij daarbij wil zijn. Ik heb juist getext via Skype. Hij heeft niet geantwoord. Als hem nog antwoord kan zijn, dat ik hem tijdens het gesprek eventueel daarbij uitnodig. Als dat daarvan komt, als niet, dan doen we dat met z'n drietjes hier. Ja. Interessant is dat wij zeggen, want we gaan terug de Statenvertaling als voorbeeld nemen als Nederlandstalige Bijbel van, ik meen, 1638 vertaald naar van de Textus Receptus en de origineel masoretische tekst uit het oude Hebreeuwse in het Oude Testament, of de Wet en de Profeten, zoals het noemen. Ja. En dat is een heel schone Bijbel die ik ene keer gekocht heb. Allee, Perry heeft ze voor mij gekocht, heeft ze mij toegestuurd. En ik had daar dan niks beters mee te doen als die aan de zoon van mijn beste vriend hier in België te schenken voor zijn 14e verjaardag verleden jaar. Mm-hmm. En sindsdien heb ik die jongen nog gezien, nog gehoord. En ik vrees dat die Bijbel, weet ik veel, waar ergens in de hoek ligt zonder aandacht te krijgen. Aha. Dus ik zal nog eens een keer ooit een Bijbel moeten gaan kopen. De Statenvertaling van Schlachterbijbels heb ik. King James Bijbels heb ik. Maar Statenvertaling heb ik hier dus niet handig. Maar we doen dat dus via online. Mm-hmm. En dan heeft men dat ja ook allemaal bij de hand. Ja, ik heb ook niet meer gekeken naar onze laatste aflevering. Dat is lang geleden dat we het nog gedaan hebben. Ik moet daar dus ook eerst een keer terug inkomen in de Bijbel lezen. En dan zullen we zien wat we daarvan maken vandaar. Hè, en terug in Genesis 7 verder gaan lezen. Maar ik denk, nu gaan we eerst eens een keer officieel onze nieuwe kennis, onze nieuwe broeder in Christus voorstellen, met die wij sinds kort contact hebben. Relmer, die mij een keer gecontacteerd had en jou een keer gecontacteerd had, Perry. Ja. En we hebben al een heel aangenaam gesprek gehad. Een week of twee geleden, dat ook online staat, dacht ik. Ja, zeker. Voor de kennismaking. En laat ons dan eventjes een keer onze broeder aan de toeschouwers voorstellen. Ga maar. Hallo Jelmer. Ja, hallo. Daar ben ik weer. Ja, nee, het was vorige week inderdaad. En het staat inmiddels online. Het is afgelopen vrijdag online gekomen op Perry's kanaal. Dus het was spannend voor mij. Ik was behoorlijk zenuwachtig de vorige keer. Ik heb ook een kleine correctie op YouTube, zeg maar onder dat filmpje op YouTube gezet. Mm-hmm. Omdat ik wat dingen verkeerd had gezegd. Maar dat is daar wel te lezen, zeg maar. Want nu gaat het echt puur om de Bijbel. Ja. Dus ik zou zeggen van, start het maar. Radio, ik ben er ook helemaal klaar voor. Ja, supermooi. En je leest mee vanaf het scherm, Jelmer. Heb je zelf ook nog een Bijbel die je bij de hand hebt? Ik heb mijn scherm gedeeld, zeg maar. Ik heb ook gewoon de online Statenvertaling en de King James heb ik twee versies. Want ik heb dus degene waarbij als Jezus praat, dat je het in het rood ziet. Oh, die mooie, ja. Ja, dat is degene die Jurk ook altijd gebruikt. Maar ik had ook een andere, waarbij je zeg maar de oude tekst hebt. En dan heb je dus dat de U is dan een V. Of net andersom. Je leest het dan als een U, maar het is eigenlijk een V. Ja. Love bijvoorbeeld zie ik hier nu staan. Dat is de vers van de dag. Ja. But the fruit of the spirit is love. Nou, en dan staat love, staat dan L-O-U-E. Ja. Nou ja, en de J wordt dan een I. Nou, dat soort dingen. Maar ik heb zelf namelijk zo'n Bijbel ook. Dus daarvoor had ik zoiets van, nou, dat is wel handig om het dan ook op die manier te gaan lezen. Dan leer je dat direct. Ja. Dat is nog een Koning James in de printversie van voor 1769, als ik mij niet vergis, niet waar? Ja, het is...
Want ik denk het was in 1769 dat ze de rechtschrijving daar, dus de grammatica daarvan aangepast hebben wat dat aangaat. Ze hebben geen woorden of zo veranderd, maar ze hebben gewoon van de U een W gemaakt en van de I een J en dergelijke dingen meer. Dus die dingen hebben ze aangepast. Dat was denk ik 1769. Oké, ja, de versie die ik heb, dat is dan de 400-jarige anniversary edition. Ja, heel leuk. En de Oxford editie, ja. Nou, dan zie je hier op het scherm, dus die online versie. En ik ga er nu niet in zitten klikken, maar je kan deze ook instellen, dusdanig. Dat je die oude spelling krijgt. Ja, dit is inderdaad de website die ik ook gebruik. Ja. Ja, King klopt. James Bible Online. Even voor de die linkjes staan trouwens onder deze video. Ik kan er zo op klikken. En de Statenvertaling, die vind je op statenvertaling.net. Dus dan kunnen mensen er ook zelf bij. Ik heb zelf hier een Statenvertaling, zo'n handzaam dingetje. Maar die gebruik ik nu niet, want ik lees het lekker van het scherm af. En de King James, mijn King James, die heb ik ook allemaal gedoneerd. Dus ik ben momenteel helemaal verstoken van enige King James. Maar ik heb mezelf er wel weer eentje beloofd. Ze kosten hier maar €8,95. Dat is bizar goedkoop, vind ik hoor. Ja. Ja, ik hoorde je dat al een keer zeggen, ja. Ja, dat is toch geen geld. Een avondje naar de bioscoop, dus €15, €16. Ja. En heb je nog niet eens de cola erbij? Nee. Oké. Hey Jurk, wil jij beginnen? Dat hebben we vorige keer voor mij ook iedere keer gedaan. Dat jij het Engels pakt uit de King James. Ah, ik lees de King James. Ja? En dan doe ik het Nederlands erachteraan, want jouw Engelse dictie is, vind ik, wat beter dan die van mij. Ja, goed. Maar ik zou dan graag nog een keer beginnen in het begin van het kapitel. Want we zijn tot vers 11 gekomen. En om terug binnen te komen, zal ik in het begin gaan beginnen lezen. Kom met vers 1. And the Lord said unto Noah, come thou and all thy house in the ark, for thee have I seen righteous before me in this generation. Of every clean beast thou shalt take to thee by sevens, the male and his female, and of beasts that are not clean by two, the male and his female. Of fowls also of the air by sevens, the male and the female, to keep seed alive upon the face of all the earth. For yet 7 days, and I will cause it to rain upon the earth 40 days and 40 nights, and every living substance that I have made will I destroy from the face of the earth. And Noah did according unto all that the Lord commanded him. And Noah was 600 years old when the flood of waters was upon the earth. And Noah went in, and his sons, and his wife, and his sons' wives with him into the ark, because of the waters of the flood. Of clean beasts, and of beasts that are not clean, and of fowls, and of everything that creepeth upon the earth, there went two and two unto Noah into the ark, the male and the female, as God had commanded Noah. And it came to pass after 7 days that the waters of the flood were upon the earth. In the 600th year of Noah's life, in the second month, in the 17th day of the month, the same day were all the fountains of the great deep broken up, and the windows of heaven were opened. And the rain was upon the earth 40 days and 40 nights. Nu, ga ik eens een keer de Statenvertaling nu lezen nadat ik de King James gelezen heb? Ja, zal ik doen. Oké. Begin ik ook bij vers 1. Daarna zeide de Heere tot Noach, ga gij en uw ganse huis in de ark, want u heb ik gezien rechtvaardig voor mijn aangezicht in dit geslacht. Van alle rein vee zult gij tot u nemen 7 en 7, het mannetje en zijn wijfje. Maar van het vee dat niet rein is, 2, het mannetje en zijn wijfje. Ook van het gevogelte des hemels 7 en 7. Het mannetje en het wijfje, om zaad levend te houden op de ganse aarde. Want over nog 7 dagen zal ik doen regenen op de aarde 40 dagen en 40 nachten. En ik zal van den aardbodem verdelgen al wat bestaat dat ik gemaakt heb. En Noach deed naar al wat de Heere hem geboden had. Noach nu was 600 jaren oud als de vloed der wateren op de aarde was. Zo ging Noach en zijn zonen
en zijn huisvrouw en de vrouwen zijner zonen met hem in de ark vanwege de wateren des vloeds. Van al het reine vee en van het vee dat niet rein was en van het gevogelte en al wat op den aardbodem kruipt, kwamen er twee en twee tot Noach in de ark, het mannetje en het wijfje, gelijk als God Noach geboden had. En het geschiedde na die 7 dagen dat de wateren des vloeds op de aarde waren. In het 600ste jaar des levens van Noach, in de 2e maand op den 17e dag der maand, op dezezelfde dag zijn alle fonteinen des groten afgronds opengebroken en de sluizen des hemels geopend. En een plasregen was op de aarde 40 dagen en 40 nachten. Dus tot en met vers 12. Ja. Daar was een heel stuk om terug te beginnen. Mm-hmm. En daar is ook nog een kleine opmerking die ik een keer wil doen. Want ik heb onlangs, ik weet niet meer waar, maar in een Duitse dingen waar ik over gesproken had. Was dat via Skype, via mijn vrienden, broeders en zusters, hebben we gesproken over de meteoren. Dat iemand zei van ja, ik heb dan een foto gepakt van zo'n vallende ster, je weet wel. Mm-hmm. Niet ver van bij mij en los erop in de hand. Daar waren we door aan het spreken. Daar heb ik gewoon gezegd van kijk, voor zover dat ik het verstaan heb, zijn dat gewoon allemaal dingen die ooit een keer van de aarde kwamen. In het zogenoemde heelal gesmeten zijn en natuurlijk op den duur terugkomen van de aarde is het centrum van wat wij noemen het universum. Mm-hmm. En daar heb ik ook gedacht aan vers 11 en vers 12 van Genesis 7, waar er daarin staat, als we die eens een keer in de Statenvertaling nu nemen, alle fonteinen des groten afgronds opengebroken en de sluizen des hemels geopend. Dus als je alle fonteinen van den groten afgrond openbreekt en je ziet, als je zo'n beeld ziet van de aarde vandaag, dan zie je in de Atlantische Oceaan zo'n scheur die op de grond doorloopt. Waar je bij wijze van spreken kunt zeggen van, dat was vroeger open en daar kwam al dat water uit de aarde. Ja, ja. Waarvan ze u natuurlijk nergens iets vertellen in dit systeem dat er überhaupt water onder de aarde is. Mm-hmm. Maar dat weten we al van onder andere het tweede gebod, maar wat later komt in Exodus. Mm-hmm. Want daar staat ja in dat ik mij geen afbeelden moet maken van iets in de hemel, van iets op de aarde of van iets in de waters onder de aarde. Mm-hmm. Ik heb nog nooit iemand in de school of zoiets horen leren van daar zijn waters onder de aarde. Mm-hmm. Maar hier in vers 11 lezen we dus dat deze fonteinen opengebroken zijn en dus is dat water ja met macht daaruit gespoten. Ja. Kijk ik ervan uit. Ja. En dat kan natuurlijk zo'n grote macht hebben dat de dingen ook buiten de, wat wij noemen, atmosfeer gevlogen zijn. En dus het zogenoemde heelal ronddonderen. En dat zijn de zogenoemde meteoren. En er zijn ja heel veel meteoren die we weten, die bestaan gewoon uit water. Dat is ja bekend. Daar is nog nooit een meteoor gevonden die van iets gemaakt was wat niet op de aarde te vinden is. Mm-hmm. Dus met andere woorden, dat materiaal is allemaal min of meer hetzelfde. Misschien is een andere samenstelling, een onbekende samenstelling. Misschien komt het van heel diep, weten we niet. Mm-hmm. Wil ik ook niet over gaan zeveren of gaan discussiëren. Dus gewoon, ik moest daar dus aan denken dat veel dingen die dan in het heelal, zogenoemde heelal rondvliegen, eens een keer terugkomen omwille van dat we in een geocentrische wereld leven. Geocentrische wereld wil zeggen, de wereld is het midden van het zogenoemde universum. Ja. Want in het begin schiep God hemel en aarde. En God is een slimme God en die heeft de aarde niet ergens in een uithoek van een expanderend universum gezet en gezegd van doe maar vanuit daar, want je schept alles vanuit het midden. Ja. Dat maakt zin. En God is de God die zin maakt. Hij is niet de God van de verwarring. Dat verwarren met een andere. Dat is een andere. Dat is de zogenoemde God van deze aarde. Dat is de God van de verwarring. Ja. Onze Vader in de hemel, die zich identificeert als ik ben die ik ben. Ja, ja. En zijn eigen en enige ingeboren zoon Jezus Christus is een logische, slimme God die de dingen logisch doet. Ja, dus opmerken. De aarde is het centrum van het universum en dus alles gaat ook ooit eens een keer terug naar het universum. En afgezien daarvan dat er natuurlijk ook stories zijn van
heel hochfliegende Vliegtuigen en mensen die da iets buiten smijten om te doen, zeggen van hier kijk, er vliegt een meteor naar de grond of weet ik veel, dat kan ik allemaal niet betuigen, dat zou wel kunnen, dat zou wel niet kunnen. Ga ik ervan uit dat deze zogenoemde dingen die naar beneden vallen, hoofdzakelijk dingen zijn die ooit eens een keer van de aarde afgekomen zijn. En hier in de vers 11 en vers 12, vooral vers 11, maakt het zin om te zeggen van ja, als dat met zo'n macht openspat, daar kan er dan ook een keer iets buiten vliegen. Ja. Plus de sluizen des hemels zijn geopend. Wat zijn dan de sluizen des hemels? Heb jij ooit eens een keer een sluizende hemel gezien, Perry? Ik vandaag nog niet, nee. Jij, Perry? Jij, Gelmer? Nee, nooit. Ik ook niet. Dus ik vertrouw erop dat dat een beschrijving is van wat Kent Hovind onder andere op zo'n manier verklaart, dat hem zegt van, kijk, in het beginnen was er een soort laag boven de atmosfeer, boven dat wat wij vandaag de dag de atmosfeer van de aarde noemen. Mm-hmm. Een soort canapé van water mm-hmm. boven de aarde. En omdat dat boven in wat wij het heelal noemen is, of het universum is, was het bevroren, was ijs. De zon scheen erdoor en daardoor hadden ook de zonstralen een ganz andere kwaliteit voor de vloed als na de vloed. Ja, ja. Ook onze atmosfeer was voor de vloed een ganz andere atmosfeer als na de vloed. Mm-hmm. Er was veel meer CO2 in de lucht ja. in de tijd. Ja. Dat horen nu waarschijnlijk die klimaatprotesters niet zo graag. Mm-hmm. Dat wij vandaag de dag in een zeer CO2-arme maatschappij leven. Mm-hmm. Maar er was vroeger zo veel meer, het is ongelooflijk veel meer. Ja. En dat was ook de reden waarom dat dinosaurussen, die in feite niks anders zijn als draken, ja, dragons in de Bijbel, ik weet niet hoe dat in Vlaams noemt, Draken. Dat zijn dus van de familie van de lizards, zoals dat noemt in Engels. Ik weet niet wat dat genoemd is. Hagedissen, dank je. Dat zijn dus beesten, ene keer die geboren zijn, die stoppen niet meer groeien. Hè? Mm-hmm. Dat is zelfs vandaag de dag, die stoppen niet meer groeien. Nu stel je je voor, zo'n beest wordt 800 jaar oud. Ja. Of 1000, of 1200. Ja. Ik bedoel, Adam werd al 930 jaar oud. Ja. Methuselah werd 969 jaar oud. Die mannen werden al oud. Stel nu een keer zo'n lizard, zo'n hagedis, wordt ook oud en blijft maar groeien. Kun je je voorstellen dat dat zoiets is als wat we later in het boek van Hiob lezen als Behemoth, die een staart heeft, zo sterk en zo groot als een cederboom? Mm-hmm. Ja? Kan men zich voorstellen. Hè? Mm-hmm. Dus dat interessante hierbij is dat we zo weinig over die tijd weten, maar dat het leven op de aarde daar voor de vloed zo anders was als na de vloed. Mm-hmm. En ik denk dat dat ook ergens mee te doen heeft met de val van. We hebben nog eens een keer heel duidelijk verbeelding gekregen dat de val van de mens een veel grotere invloed op de natuur heeft na de vloed als dat nog voor de vloed was. Ja. Ik denk dat we voor de vloed nog in een soort van genade van de Heer in een wereld mogen leven die min of meer perfect was in dat opzicht. Bomen van 200-300 meter hoogte. Mm-hmm. Kan men zich vandaag helemaal niet meer voorstellen. Maar dat bestond in een tijd. En dus, Kent Hovind heeft dus toen gezegd dat er zo'n canapé op de aarde was en dat is dan gesmolten of naar beneden gevallen. En dat kan natuurlijk allemaal voor deze stukken zo gezorgd hebben. Dat vind ik zo interessant bij vers 11 en vers 12. Dus, want een plasregen was op de aarde 40 dagen en 40 nachten. Dat staat hier in de Bijbel wel. Mm. Maar het staat daarvoor ook dat het daarvoor op de aarde nog nooit eerder geregend had. Mm-hmm. Daarvoor was het altijd zo dat die vochtigheid uit de grond kwam, 's morgens. En de touw die dan op de grond was, de touw die op de grond was, heeft ervoor gezorgd dat die planten water hadden. Maar het heeft nooit geregend op deze aarde. De eerste keer dat regen viel, was met de vloed. Daarom waren al die mensen die achteraf verzopen waren, zo paniekerig, want die kenden geen regen. Nee. Ja? Moet man zich een keer voorstellen. Hè? Je leeft een leven lang, je bent misschien 75 of 80 jaar, en ineens valt er water van de hemel. Ja. Wat pijsde jij in een keer van? Wat is er hier aan de hand? Ja, zeker. Ja? Heb je even een reactie over wat je zei over de CO2? Dat kan je vinden op internet als je een beetje naar rond gaat neuzen. Het biologen hebben resten gevonden van bladeren. En die bladeren hadden zo weinig huidmondjes dat ze dat alleen maar konden verklaren dat die planten hebben gegroeid in een atmosfeer waarbij de CO2-concentratie 30 keer zo hoog was. Ja. Want anders hadden ze veel meer huidmondjes moeten hebben. Want met de huidmondjes, daarmee ademen de planten. Mm-hmm. Dus even dus voor degene die dan zo heel erg klimaatangst
gehecht zijn. Die willen zo graag bang zijn voor klimaattoestanden. Wat jij zei. Ja. Maar ga er maar vanuit dat die biologen die dit zeggen, dat die dit niet doen om mensen te pesten of om ze te beliegen. Want de relatie tussen de hoeveelheid huidmondjes in een blad en de hoeveelheid koolstofdioxide in de atmosfeer, die staat vast. Dat kunnen ze met experimenten herhalen. Ja, dat noem ik dan echt de wetenschap. Ja, ja. Ja, dat is het verschil tussen echte wetenschap en, fantasie, zeg ik maar. Ja, ja, wat ik heel interessant vond, wat Jurk ook eerder al zei, dat je dus de aarde degenereert. Dus je ziet gewoon, we waren gewoon groter en we werden ouder. En nu zie je gewoon, er is minder zuurstof. Dus ja, mensen die worden dus niet meer zo oud. Terwijl ik vroeger had geleerd, en dat hoorde ik laatst nog weer als ik dan in de huiskamer loop. Dan hoorde ik in één keer op zo'n programma waar dan Morgan Freeman praat. Mm-hmm. En dan zei hij van, ja, mensen die werden vroeger niet ouder dan 40 jaar. En dan denk ik van, ja, daar heb ik ook in geloofd. Maar dat is allemaal onzin. Want ik werd helemaal gek toen ik dus dat hoorde dat het allemaal niet zo was. Ik dacht van, nou ja zeg. Ik leerde dus ook vroeger dat in de aarde, dat je daar vuur hebt. Mm-hmm. Omdat je hebt vulkanen. Dus en in de binnenste korst, de inner core van de aarde, dat is dus allemaal vuur en lava en noem het allemaal maar op. Dat heb ik geleerd. Maar dat leerde ik dus, weet ik nu, met dat soort fantasieprogramma's wat je op Discovery Science en zo hoort en ziet. En dan hebben ze er ook nog van die mooie beelden bij. Want het is hetzelfde als met hoe de dinosaurussen, hoe die dan zeg maar zijn uitgestorven. Ja, want er was dan een meteoriet op de aarde beland. En die heeft ervoor gezorgd dat alle dinosaurussen weggingen. Ja. Terwijl de zonvloed is de oorzaak daarvan. Maar dat wordt je allemaal weer anders verteld. Ja. Water, vuur. Sorry, daar moet ik je eventjes onderbreken. Ja, dat mag. De zonvloed is niet de reden daarvan dat de draken, die we vandaag de dag dinosaurussen noemen, by the way, dinosaurus is een woord dat werd uitgevonden in 1841. Ja, dat weet ik. Nee, daarvoor bestond dat woord dinosaurus niet. Nee, ik moet eigenlijk gewoon hagedissen zijn. Dat zeg ik fout. Nee, daar ben ik met je eens, want dat heb ik ook ontdekt. Ja, maar de punt is dat deze beesten niet uitgestorven zijn met de vloed. Oh, dat niet. Oh, dat dacht ik. Kijk, we hebben juist Genesis kapitel 7 nog een keer gelezen. Daar staat in, op vers 8, van het reine vee en van het vee dat niet rein was, en van het gevogelte en van al wat op de aardbodem kruipt, kwamen er twee en twee tot Noach in de ark. Het mannetje en het wijfje, gelijk als God Noach geboden had. Hebt je daar ergens in gelezen dat hagedissen niet toegelaten waren? Ja, ik heb stond er ergens een stopbord voor de Bijbel van, jij mocht hier niet binnen? Ja. Gelijk dat je vandaag hebt als je met een hond naar een bakker gaat en er buiten een sein slaat van, mijn hond mag er niet meer binnen gaan. Nee, je hebt gelijk. Ik heb een denkfout gemaakt. Ik weet ook dat ik... ik zat fout. Het is geen probleem. Iedereen maakt eens een keer die fout. En daarvoor doen we ja deze studie. Want daar zitten voor deze scherm waarschijnlijk veel mensen die zeggen van... die New York, die is wel totaal gaga. Wat zegt die nu? Dinosaurussen op de ark. Zet een brontosaurus op die ark en dat schip is vol. Dan gaat er niks meer op. Mannekes, dinosaurussen waren ook eens een keer klein. Waren een keer baby's, hè? Ja, precies. ik wist dat je dat ging zeggen, Jurk. Nee, maar goed, ik heb die documentaire gezien op jouw BitChute-kanaal met de Dinosaurs or Dragons of zo. Ik weet niet meer hoe die precies heet, maar dat was een hele interessante documentaire. En daar werd het ook in verteld. Maar wat ik zeg, ik heb gewoon een denkfout gemaakt. Kan gebeuren. Kan gebeuren, ja. Ja, lijkt mij ook, ja. Ja. Heel verhelderend. Ja, nee, dat is heel leuk juist. Op het moment dat je een denkfout maakt, dat je dan even gecorrigeerd wordt. En nooit erg. Maar ga verder. Dus omwille van dat die atmosfeer dus na de vloed, waar we ja ook nog naartoe komen als we verder lezen, anders was als daarvoor. En ook de aarde was veranderd, want in ene keer, daar komen we ook direct naartoe, op de ogenblik als de mensen de ark verlieten, heeft God de mensen toegestaan om ook dierenvlees te eten. Oh ja, ja. Dat was daarvoor niet het geval. Mm-hmm. Klopt. Dus je kunt van al die barbaren van voor de vloed zeggen wat dan wilt, maar het waren allemaal veganisten, hè? Ja, ja. Ja? En pas daarna is men begonnen met dierlijke producten te eten.
Dus heel veel is veranderd na de vloed. Onze hele atmosfeer is veranderd. De mensen zijn ook niet meer zo groot geworden. Want je vindt ja ook skeletten van mensen die 7, 8, 9 meter groot geweest zijn in de tijd. Zonder problemen. Dat is omdat alles groter was in de tijd. Waarom ook niet? Maar wij degenereren. Wij gaan, en de aarde ook, wij gaan dood. Mm-hmm. Ja. En de hele aarde gaat dood. Ja. En dat staat, ook, dat staat ook geschreven in kapitel 21 van Openbaring staat geschreven. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de oude was vergaan en de zee bestond niet meer. Ja? Mm-hmm. Dus dit gaat sowieso allemaal kapot. Ja, maar dat is ook weer precies andersom van hoe je dat weer met die fantasieprogramma's op Discovery Science en zo ziet. Want dan zeggen ze van nou, we zijn nog een klein stukje ervan af en dan is de mens onsterfelijk en dan... En dan creëren ze dus hun eigen, maar ja, dat is dan via robots. En dan proberen ze dat je brein nog gewoon in een robot wordt geplaatst. Ja. Maar, dat, ja, maar dan heb je dus niks meer te maken met een menselijk lichaam. Maar dat precies andersom wordt het gezegd van nee, we gaan het allemaal wel regelen. Ze gaan bij wijze van spreken proberen de hersenen op te sluiten in een computer en daardoor gaat hij eeuwig leven. Ja, dat is iets dat komt van Ray Kurzweil, dat is een vroegere CEO van Google, die heel groot is in transhumanisme. Ja. En die vindt dat hem op die manier eeuwig gaat leven, maar hij gaat niet begrijpen dat als hem sterft, dat zijn hersenen zoveel verder mogen werken als dat ze willen. Zijn hersenen is niks verder als gewoon brei, dat dacht ik ook al. Ja. De geest is weg. Ja? Want het staat geschreven in de eerste boeken van Genesis, bij de schepping van de mens, kapitel 2 of kapitel 3, ik weet het niet helemaal van Burton, ik denk 2. En God blies de adem des levens door de neusgaten van de mens in en de mens werd een levende ziel. Niet de mens was. Kreeg een levende ziel, maar hij werd een levende ziel. Uh-huh. Dus als lang als we ademen, als wij leven, zijn we een ziel en hebben we de geest van het leven in ons. Ja? En op de ogenblik als we sterven, als we onze laatste luchttucht doen, dan niet meer. Ja? De mens kan lang zonder eten, hij kan lang zonder water, maar hij kan niet lang zonder lucht. Hè? Nee, duidelijk. Right. En de hele aarde degenereert dus. En dat is sindsdien zo het geval. En we zien ja ook in het geschiedenis van de Bijbel, daar staat ja ook over de leeftijden daarin. Nou, hier gelijk met Noah, 600 jaar staat er hierin. Hm. Ook achteraf komt het nog een beetje aan bod. In de begin, na de vloed, zien we dat ook nog, hoe oud dat die mensen werden. Later zien we dat niet meer. Maar op het einde raken de mensen nog maar moeilijk boven de 70 jaar. Of gemiddeld is het ongeveer 70 jaar. Mm-hmm. En daar is ook een plaats in de Bijbel waarin staat, ik denk dat is een psalm of zo, ik zal het niet precies weten, komen we misschien ooit nog een keer naartoe als we met onze Bijbelstudie verder gaan, staat daarin dat God de mens nog 70 jaar geeft. Okay. En dat is een gemiddelde. Er zijn mensen die worden ouder, er zijn mensen die worden jonger. Ja. Maar een gemiddelde van 70 jaar hebben wij nog op deze aarde. Yes. Ja, interessant. Ja. Mooi lang. Voor mij dan, hè? Voor de moderne mens. Ja, voor mij is dat ook allemaal te lang. Ik zie het met Filippa 1:21. Ja? Voor mij is Jezus het leven en de dood is winst, is een aanwinst. Mm-hmm. Zo zie ik dat. Ja, dat is mijn persoonlijke zichtwijze daarop. Ja. Heel bijbels dus. Yes. Ja, precies. Maar ik heb dat ook altijd al gezegd van als ik nu vandaag doodga, dan vind ik het helemaal niet erg. Ik heb een mooi leven gehad in die zin. Maar toen wist ik nog niet dat er dus nog een ander leven... Want ik wilde ook wel altijd voor altijd leven, maar niet op deze aarde. Maar ik wist nooit dat er dus... Nou ja, dat je de koninkrijk der hemelen hebt. En dat je daar dus gewoon oneindig kan leven. Dat lijkt me heerlijk. Hmm. Nu ik dit weet, nu ik dit allemaal geleerd heb, dat in de Bijbel staat. Dan denk ik van yes... Ja, daar kan ik zo vrolijk van worden. Ik weet niet. Het geeft me zo'n heerlijk gevoel. Ja. Liever vandaag als morgen, hè? Ja, eigenlijk wel, ja. 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 Dat enige waar men nog een beetje schrik voor kan hebben, dat is de manier van sterven. Ja. Maar voor de dood zelf heb ik geen schrik. Nee, die omarm ik met alle liefde. Ja, dat heb ik ook altijd al gehad. Nog nooit bang voor de dood geweest. Nee. Yes. Zullen we verder gaan? Ja hoor.
Ja, we drijven af, hè. Ja, nee, maar dat hoort ook. Ik vind dat het hoort erbij, dat ook goed. Echt moet, hoor. Ja. Ja, dan mag jij hem oppakken bij vers 13, Jaak. Ja, moet ik eerst overschakelen naar de King James hier weer. Ja. And in the self same day entered Noah and Shem and Ham and Japheth and the sons of Noah and Noah's wives and the three wives of his sons with him into the ark. They and every beast after his kind and all the cattle after their kind and every creeping thing that creepeth upon the earth after his kind and every fowl after his kind, every bird of every sort. And they went in unto Noah into the ark, two and two of all flesh, wherein is the breath of life. And they that went in male and female of all flesh, as God had commanded him, and the Lord shut him in. Great. Pak eventjes nog, ja, ik had nou even jouw foto erbij moeten hebben. Maar goed. Oh, dat is geen probleem. Nu hebben we weer al niet gelezen dat hagedissen niet toegelaten waren. Hè? Dus nee. Iedereen mocht binnen. Hè? Ja. Even kijken, jij bent afgesloten met... Vers 13 moet je lezen. Ja, en dan tot en met... 17, tot en met ja. 17. Nee, je hebt tot en met 16 gelezen. Tot en met 16, ja. Ja. Oké. Okay. Even op diezelfde dag ging Noach en Sem en Gam en Javet, Noachs zonen, desgelijks ook Noachs huisvrouw en de drie vrouwen zijner zonen met hem in de ark. Zij en al het gedierte naar zijn aard en al het vee naar zijn aard en al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt naar zijn aard en al het gevogelte naar zijn aard, alle vogeltjes van allerlei vleugel. En van alle vlees waarin een geest des levens was, kwamen er twee en twee tot Noach in de ark. En die kwamen mannetje en wijfje, van alle vlees gelijk als hem God bevolen had. En de Heere sloot achter hem toe. Dat was mooi, hè? De Heere deed de deur dicht. Ja. Ja. Achter de, ja. Ja, het is een prachtig verhaal. En ook nog even, dat bedacht ik net toen jij aan het lezen was, Jurk. Maar het gaat dus over mannetje en wijfje aan. Dus geen transgenders of zo. Dat was ik ook al aan het denken. Ik heb dat nu nog niet gezegd omdat ik in Engels aan het lezen was. Ja, ja. Maar uiteraard, ja, dat is een feit dat just is. Ja. Daar staat niks van transgender. Daar staat alleen van mannetje en vrouwtje. Ja. En we mogen ook niet vergeten, ik weet niet of dat we dat verleden keer gezegd hebben, maar dat is wel even belangrijk om te vermelden. Daar staat ja, van de reine dieren neem 7. Oh, ja. Ja. En van de onreine dieren neem 2. Ja. Dat is omwille van dat die reine dieren ook gebruikt werden voor offeringen. Mm-hmm. Ook direct na de ark, als we terug op de aarde waren, moesten er offeringen gebeuren. Mm-hmm. Dat lezen we ook nog als het afgelopen is. En dan vraagt men zich, ja, waar kan Noah denn dan die offerdieren vandaan nemen? Want als er nu 2 koeien aan het slachten is, dan zijn die koeien ja uitgestorven. Ja. Ja. Omdat van de reine dieren 7 in zijn soort, mannetje en wijfje, genomen waren. En van de onreine dieren 1 mannetje en 1 vrouwtje. Ja. En dus die hebben ervoor gezorgd dat die onreine dieren verder konden leven, want onreine dieren worden niet geofferd. Nee. Ja, precies. Ook nog interessant om eventjes te bemerken daarbij. Ja, en daar had ik dus ook nog een opmerking over. Want ik ontdekte laatst dat een varken, dat wordt in deze Bijbel ook bestempeld als een onrein dier. Ja. En ik wist dat altijd al van wat dan zeg maar in de Koran staat. Maar ik wist niet dat het dus ook voor mij gold. En nu ik dat weet, want ik at al jaren zeg maar alleen maar kip. Mm-hmm. Maar als ik dan Chinees ging bestellen, dan nam ik de nasi bij. Maar dan zit er dus weer ham in en dan zit er dus varkensvlees in. Ja. Dus nu neem ik geen nasi meer. Dan neem ik gewoon witte rijst. Omdat ik dit heb ontdekt. Ja. Dan weet ik van, hé, hallo, dit wil ik dan niet. Dus dat eet ik dan niet. Maar dat vond ik wel interessant. Hoor, want dat wist ik dus nooit. Dat varken bestempeld was als een onrein beest. Ja. Maar ik begrijp het wel. Ja. Ja. Nee, maar goed. Misschien dat andere mensen dat ook niet weten. Het heeft te doen met kloven hoef. Dus met gespalten hoef. En dus een varken heeft dat wel. Maar een varken is een alleseter.
En een koe, bij wijze van spreken, is alleen maar een gras eten. En daar heeft dat mee te maken. Ja. Daar komen we ja dan ook later. En dat is interessant dat je het aanbrengt, want ik wil het daar ook even hebben over, Jammer. Ja, goed. Vele mensen zeggen ja van dat de wet de mensen pas bekendgemaakt werd op Mount Sinai, ja, als in Exodus Kapitel 20 aus den 10 Geboten da bekanntgegeben worden, und dann wird ja der hele Wett bekanntgegeben an den Menschen. Dann habt ihr danach das Buch von Leviticus, von der Priesterschaft, war ja sehr viel über das Priestertum darin steht und war dann auch in Staat von mit rein und unrein Tieren und dergelijke Dinge mehr. Aber hier wird doch auch in Genesis Kapitel 7, das ist ein kleine 1600 Jahre nach der Schepping, wordt toch al gesproken over reine en onreine dieren. Ja. Hoe konden de mensen dan weten dat dieren rein of onrein waren als ze de wet niet kenden? Ja. En op een plaats eerder in de Bijbel staat aangeschreven, dat was achter Seth, als Seth zijn zoon kreeg, die Henoch, die hij Henoch noemde, dacht ik, dat dat een tijd was als de mensen begonnen God aan te bidden. Ik kom nu niet meer precies op dezelfde precieze zin, maar dat is ergens, ik denk in Genesis 4 zeker of zo. Ik zal eens een keer moeten gaan kijken. Het was ergens helemaal in het begin, want daar stond dat dan in. En wat wil dat dan zeggen als we God begosten aan te bidden? Aan te bidden. Well, hier is die zaak met Kain. En Kain en Kain en Adam. Ah, hier, Genesis 4, Vers 26. Okay, and to Seth, to him also there was born a son, and he called his name Enos. Then began men to call upon the name of the Lord. Ja, das ist Genesis 4, 26. Genesis. Dus je moet gewoon eventjes een paar... Ik pak even een nieuwe tabblaadje erbij. En dan welk vers 26, de laatste vers. De laatste vers. 4:26. Lees maar voor. En denzelfde Set werd ook een zoon geboren en hij noemde zijn naam Enos. Toen begon men de naam des Heren aan te roepen. Wat wil je dat dan zeggen? Dat is de rechtvaardige lijn, hè? Dat hadden we eerder ook al over gehad, volgens mij. Of jullie hadden het erover gehad. Ik heb er toen geluisterd. Dit is de rechtvaardige bloedlijn. Set is de vervanging van de lijn van Abel, die Kain gedood heeft. Ja, precies. Ja. 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 Dus een voortzetting van die lijn die God in Genesis 3:15 aangekondigd heeft. Waarom zegt, ik ga vijandschap zaaien tussen jouw zaad en haar zaad. Hij zal je hoofd verbrijzelen en jij zult hem in de hiel steken of iets in die richting. Ja. Dus, Bruce the heel, ja. Ja, Bruce the heel. In Engels kan ik het ook beter. Ja, verbrijzelde heel. Ja. We proberen dat je hier in Vlaams te zeggen, wat jou ook goed is. Zo. Dat ze ook eens een keer in Nederland zo'n les krijgen, niet altijd maar in Engels of in Duits of zo. En de punt is, Seth was die voortzetting van die rechtwaardige lijn, juist. En dan begon men dus de naam van de Heer aan te roepen. Wat wil dat dan zeggen? Dat wil zeggen dat alleen met de lijn van Seth die mensen begosten de naam van de Heer aan te roepen. Dat ze de Heer aanbidden. Ja, dat is precies. Want die andere kant, en die andere kant die doet dat niet. Nee, die heeft dat niet gedaan. Die kant van Kain heeft dat niet gedaan. En dus als deze kant dan de naam van de Heer aanbidt, dan mag men er ook daarvan uitgaan dat ze weten welke Heer ze aanbidden, nietwaar? Mm-hmm. Ja. En als ik weet welke Heer ik aanbid, dan moet deze Heer zich mij tegenover bekend gemaakt hebben, nietwaar? Yep. En hoe maakt de Heer zich mij tegenover bekend? Paulus heeft het nog gezegd. Als ik de wet niet kende, kende ik geen zonde. Pas door de wet te kennen, werd mij bewust dat ik zondenaar was. Ja. Dus ik kan toch alleen de zonde kennen als ik de wet ken. Ja. En ik kan de Heer toch alleen aanbidden als die zich mij bekend maakt door mij zijn wetten mee te delen. Mijn plichten mee te delen. Ja. Wat ik moet doen en wat ik moet laten. Ja. En alhoewel dat dus alleen maar in Mount Sinai, dus daar geschreven staat, Exodus kapitel 20, de 10 wetten van, daar werd het van God van zijn eigen vinger in stenen tafels geschreven. Maar het werd zeker de mensen al op voorhand bekendgemaakt, want we gaan nu nog een keer een stap verder. In de tijd
ergens tussen Exodus en Genesis. Mm-hmm. Als we naar het verhaal van Abraham komen. Ja. Abraham was rechtvaardig in de ogen van de Heer, staat mm-hmm. geschreven. Ja, ja. Hoe kan dan iemand rechtvaardig in de ogen van de Heer zijn? Ja, als je de wetten volgt. Jezus Christus zegt toch van, als je van me houdt, dan houden mijn geboden. Dan houden mijn wetten. Ja, dat is de enige manier. Abraham moet toch ook zijn wetten gehouden hebben. Dus hij moet die toch ook gekend hebben. Ja. Ja. En vandaar ben ik persoonlijk, ook al staat het niet expliciet in de Bijbel geschreven, maar ik ben er overtuigd van dat de mensen die God in zijn lijn bewaard heeft, wat dus de lijn van Genesis 3:15 is, mm-hmm. die positieve lijn, die goede lijn, dat die mensen altijd zijn wet heeft laten kennen. En dat die mensen altijd de mogelijkheid hadden om zich aan zijn wet te houden. Want anders maakt het helemaal geen zin dat we hier spreken van reine en onreine dieren. Ja, ik zou dat toch helemaal niet begrijpen als ik niet wist wat God van mij wil. Ja, ik kan ook niet God zijn wetten houden als ik bij wijze van spreken de Sabbat niet ken. Mm-hmm. Ook die mensen toen hebben de Sabbat gehouden. De zevende dag van de week. Die God op het einde van de schepping heilig gemaakt heeft en opzij gezet heeft voor een dag van rust. Mm-hmm. Ja? Ja. Voor mij is dat absoluut evident. Ik hoop alleen maar dat het voor anderen ook zo is op die manier. Ja. Ik af en toe eens een keer vragen stellen. En ik vind dat voorbeeld hier met de reine en onreine dieren, dat wordt nooit eerder in de Bijbel vernoemd. Hoe moest Noah nu weten welke dieren bij wijze van spreken rein en onrein zijn? Ja. Hij kan dan in de ingang staan en kan ze tellen. En kan zeggen van, daar komen 7 koppels van, die zijn onrein. Ja. Daar komt 1 koppel van, die zijn rein. Ik denk dat hem het wist, hè? Ja, ja. Ja, hij moet het onderscheid geweten hebben. Die wet moest bekend zijn. Ja. Heb je goed afgeleid naar mijn mening. En als hij zoiets belangrijks weet, als het onderscheid tussen rein en onrein dier, dan weet hem ook het onderscheid van de Heer in de hemel en de zogenoemde Heer van deze wereld, aha, Satan. En ja, die noem ik geen hier. Bewust, oh, sorry. En dat is dus ook bewust daarvan hoe dat hij zijn maker, ja, om het maar een keer zo te noemen, hoe dat hij zijn maker moet aanbidden en respecteren en dus eer geven. En dat kan alleen door de wetten. Hè? Ja, nee, want de Satan noem ik geen heer. Sorry dat ik even door je heen praat. Maar... Nee, maar maar je hebt daar gelijk. Maar in de Bijbel staat daarin dat de God van deze wereld Satan is, de prins van de wereld. Ja, dat weet ik. En we weten allemaal dat Satan geen God is in die zin, want er is maar 1 God. Ja. Ja. En dat is de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En deze 3 zijn 1. Johannes 1, 1 Johannes 5:7. Dat is het punt niet. Als ik Satan God noem, dan doe ik dat altijd tussen aanhalingstekens. Diegene die zichzelf tot God verheven heeft, voor de mens. Ja? Voor de mens. Want we spraken daar juist over van, bij wijze van spreken, ja, de mens wil eeuwig leven. Ne? Als we over deze transhumanisme bezig waren, Ray Kurzweil, etc. etc. Wat is dat anders als de, als de vervulling van, van die belofte van den duivel, die zegt, jij zult zijn als Goden. Jij zult zeker niet sterven. Bij wijze van spreken, als je niet zult sterven, zult je eeuwig leven. Ja. Ja. Want dat zijn leugen. Hè? Ja, klopt. Dat is totaal correct. Ja. Ja. Nou, we pakken nog wat versen, vind ik hoor. Ja hoor. Ja, goed, kunnen we. Pak hem op bij 17 dan, als je wil. Dan lees ik verder in vers 17. And the flood was 40 days upon the earth, and the waters increased and bare up the ark, and it was lift up above the earth. And the waters prevailed, and they were increased greatly upon the earth, and the ark went upon the face of the waters. And the waters prevailed exceedingly upon the earth, and all the high hills that were under the whole heaven were covered. 15 cubits upward did the waters prevail, and the mountains were covered. Right, dus tot en met 20. Ja. En die vloed was 40 dagen op de aarde, en de wateren vermeerderden,
en hieven de ark op, zodat zij oprees boven de aarde. En de wateren namen de overhand en vermeerderden zeer op de aarde, en de ark ging op de wateren. En de wateren namen gans zeer de overhand op de aarde, zodat alle hoge bergen die onder den ganzen hemel zijn bedekt werden. 15 ellen omhoog namen de wateren de overhand en de bergen werden bedekt. Nu ga je altijd mensen hebben, Perry, die op dit ogenblik zeggen van hey, stop, die snik hier. De vloed was geen 7 kilometer hoog. En Mount Everest is op 8 kilometer. Hoe hoog is die? 8.848 meter is 9 kilometer hoog. Bij ja. wijze van spreken, dus dat water stond 9 kilometer hoog op deze aarde? Nee. Wie zegt u dat de Mount Everest in den tijd al bestond en zo hoog was? Ja, exact. Niemand. Dat enige wat we weten, en dat zou Perry anders eens een keer goed moeten gaan nakijken, of misschien Schelmer, want die zijn computer is niet een scherm. Schelmer kan dat misschien eventjes googlen. Als je een keer kijkt van het gebergte Ararat, dat is het gebergte in Turkije, waar de ark op de aarde terug opzette. Dat heeft een hoogte van, als ik mij niet vergis, 3, iets kilometer. Dus 3000 en meter hoogte. Ligt die berg daar of ligt dat gebergte? Dat is al minder dan de helft van wat Mount Everest is. Ja. Ja? Dus ook al staat het in de Bijbel zo niet beschreven, maar dat zegt mijn logisch denkend mensenverstand mij. Deze bergen kunnen later wel pas geformd geweest zijn. Ja. En daar is ook een heel interessant punt voor, die dat zelfs bevestigt, dat dat zo is. Als je in het Himalaya-gebergte boven de 5000 meter gaat, komde jij fossielen uit de zee tegen. Ja. Ja. Dus versteende beestjes van krab en garnaal en al die spullementen die je van op de zeebodem kent, die zie je in boven 5000 meter hoogte in het Himalaya-gebergte. Ja. Hoe kan dat? Omwille van dat deze bergen pas later gevormd werden door de aarde die gedeeld werd en die aarde die een andere vorm aannam. Mm-hmm. We moeten eens een keer begrijpen dat in de tijd van als de vloed was, hadden we maar één landmassa op aarde. We hadden nog niet die continenten gelijk vandaag. Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Afrika, Australië, Europa. Dus al deze landmassa's, die hadden we toen nog niet. Dat was één landmassa. En we komen het later tegen, ik denk het is in kapitel 11 van Genesis, waar daarin staat in de tijd van Pilek, ja, een van de mensen die hier genoemd wordt in de aarde, die leefde in de tijd als de aarde verdeeld werd. Zo, dat wil zeggen dat, de landmassa's zich ineens begonnen te ontwikkelen of heel rap gebeurd waren. Ik was er niet bij, ik weet het niet. Ik neem alleen dat woord van de Bijbel en daar staat het dat de aarde toen gedeeld werd. Mm-hmm. Ik denk het is nummer 7. Wacht, ik ga eens een keer eventjes kijken naar Pilek. Ik heb ja hier mijn search engine in de King James open en dan kan ik u dat heel rap tonen. Mm-hmm. In Genesis 10:25 en unto Eber were born two sons, ja, van Eber dus. En de naam van de ene was Pelek. For in his days was the earth divided and his brother's name was Joktan. So Genesis 10:25. Ja, ik zal echt bij Pelek. Ja. Voor in zijn dagen werd de aarde verdeeld. Ja, daarvoor hadden wij dus maar 10, ja. Daarvoor hadden we dus maar één landmassa. En Pelek, voor in zijn dagen, werd de aarde verdeeld. Dat is vers 25. Oké. Okay. 25, daar. Ja. En Heber werden twee zonen geboren. Des ene naam was Pelek, want in zijn dagen is de aarde verdeeld. En zijn broeders naam was Joktan. Yes. En wat betekent dat nu dat de aarde verdeeld was? Alweer dat van de ene grote landmassa die je hebt, verschillende landmassa's ontstaan zijn. Mm-hmm. Daarom heb je bepaalde dieren die leven op één continent en op een andere niet. Ja. Omwille van dat die daar geleefd hebben en ineens was dat afgetrend van de rest. Ja. Ja? Gelijk Australië. Dat is nu een stom voorbeeld en ik weet het niet of dat er werkelijk zo was, maar waarom leven geen kangoeroes op een andere continent?
Omdat die toen de plaats daar geleefd hebben, wat ze dan afgescheurd was en wat dat was. Of dat dan ook daadwerkelijk die kangoeroes waren gelijk wat ze vandaag kennen, of dat die van iets anders komen, dat is bijzaak. Daar gaat het niet om. Maar we spreken toch bij wijze van spreken, neem eens een keer van een olifant. We spreken een keer van de Indische olifant en we spreken van de Afrikaanse olifant. Ja. Nou, allebei olifanten, maar ze hebben verschillende kenmerken. Ja. Waarom? Vroeger leefden ze gewoon samen en dan driften de continenten uit elkaar. Ha, 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 Ice Age, Continental Drift, ha, ha, Jörg is grappig. Ja, maar in so idiote Films ist auch alles eine Kette Wahrheit darin, sicher in der Namengebung. Mhm. Ja? Die Kontinenten driften uit elkaar. Die Erde wird verdeelt. Ja. Ja? Das staat hier deutlich in. En dat geeft dan ook ons een heel duidelijke reden waarom dat bepaalde dieren op de ene plek zowel als op de andere plek zijn, maar met een andere ontwikkeling of een ontwikkelingsstatus. Mm-hmm. Of waarom dat bepaalde dieren op één plek op de aarde wel zijn en op een andere niet. Ja. Bij wijze van spreken, waarom leeft een ijsbeer niet op de Antarctus, maar alleen op de Arctus? Ja. Of heel simpel. Pinguïns andersom. Een beer is een landdier. Is een landdier en komt van de noordelijke landmassa en leeft op de Arctus, die alleen maar dus water is, mm-hmm. en leeft niet op de Antarctus, waar nog land eronder is. Heel grappig, ne? Maar die leeft dus in het noorden en niet in het zuiden. Ja? Ja. De beer is een noordelijk dier, altijd al geweest. Daarom heb je ook geen beren in Afrika. Daarom heb je ook geen beren in Zuid-Amerika. Maar je hebt beren in Noord-Amerika, je hebt beren in Azië, Rusland en dergelijke, en mm-hmm. bij ons in Europa. Maar je hebt dat niet op de zuidelijke deel van de aarde. Nee. Ja? Daarom heb je geen ijsberen op de Zuidpool. Ja. En daarom heb je pinguïnen op de Zuidpool en niet op de Noordpool. Want dat zijn beesten die leven in het zuiden. Zo simpel is. Mm-hmm. En als de aarde verdeeld wordt, ja, dan kunnen ze niet meer terug. Dan kunnen ze zich daar en daar niet meer verdelen. Nee. Ik vind dat een heel interessante plek dat we dat eventjes gaan bespreken hier van Genesis. Tof dat ik er even mee kwam. Ja. Ja. Ja, ik heb zo mijn momenten. Hè, daar. Ja. We allemaal wel eens maar meer dan één. Ja, ja. Jurk heeft er wel meer dan één, denk ik. Ja, ja. Okay. Maar ik vind het gewoon heel belangrijk dat we snappen van, kijk, ook al heeft de vloed dus de hele aarde bedekt, dus het was een universele vloed, mm-hmm. ja? Geen katholiek, hè? Oh, ja. Maar een alomvattende, maar een alomvattende vloed op de aarde. Ja, ja. Ja? En 15 cubits boven, dus een qubit, dat kun je uitrekenen als je dat wilt. Ik weet nu niet hoeveel dat is, maar het is nogal een redelijke grootte. 15 qubits, dat er tussen de aarde en dus de hoogste berg was. Maar dat wil dus niet zeggen dat de Mount Everest toen al bestond. Maar we weten van Peleg dat die aarde toen verdeeld werd. En wat spreekt er nu tegen om te zeggen van, ja, als dat zo gebeurt, als die continenten zo uit elkaar driften, dat er ook bepaalde dingen bijeengeschoven worden. En bergen is ja in feite niks anders, alsof dat je aarde van twee kanten met macht tegen elkaar drukt. Wat gebeurt ermee? Ja. Dat gaat in de hoogte. Ja, ja. Ergens anders kan het niet heen. Nee, precies. Net als een tafelkleed. En zo ontstaan gebergtes. En je hebt deze gebergtes op de landmassa, waar wij leven. En je hebt deze gebergtes ook onder de zee. Klopt. En je hebt zelfs omgedraaide gebergtes. Dan spreek je van graven. En zeegraven, gelijk de Mariagraaf en zo. De diepste gracht, bij wijze van spreken, ik weet niet hoe je dat precies noemt. Trog, op het Nederland. Trog heet dat. Ja. Ja, goed. De diepste trog in de zee is 11 kilometer. Hè? Mm-hmm. Die is dus dieper als de hoogste berg. Ja? Ja. En het verschil tussen die twee, als je van de diepste punt op de aarde naar de hoogste punt op de aarde gaat, is bijna 20 kilometer. Hè? Ja. Van 11 laag naar bijna 9 hoog. Dat is nogal een reis, hè? Ja, ja. Ja, maar dat is heel interessant. Zo machtig is onze Heer. Stel je dat eens een keer voor. Ja, ja. Die doet alles. Ja. En die speelt daarmee alsof dat zo zijn monopoliewereld is, weet je? Ja. Maar ook dat zo'n berg inderdaad zo ontstaat. Dat hij dus gewoon. Ja, ze kiezen altijd de weg van de minste weerstand. Dat is heel interessant. Ja, en daarboven is de weerstand het minst, hè, als je de aarde opeendrukt. Ja, ja. Ja. Ja, logisch. Totaal begrepen. Nou, we hebben nog wel eventjes de tijd. Pakken we nog een paar versen erbij, Jurk? Ja, we lezen nu een keer tot het einde van het kapitel vanaf vers 21. And all flesh died that moved upon the earth, both of fowl and of cattle and of beast and of every creeping thing that creepeth upon the earth and every man.
All in whose nostrils was the breath of life, and all that was in the dry land died. And every living substance was destroyed which was upon the face of the ground, both man and cattle, and the creeping things, and the fowl of the heaven, and they were destroyed from the earth, and Noah only remained alive, and they that were with him in the ark. And the waters prevailed upon the earth 150 days. Yeah. Nu, interessant vind ik hierbij iets wat zeer, wat jullie ook kan interesseren, maar daar gaan we dan bespreken als Perry de Nederlandse versie in de Statenvertaling even voorgelezen heeft. En alle vlees dat zich op de aarde roerde, gaf den geest, van het gevogelte en van het vee en van het wild gedierte en van al het kruipend gedierte dat op de aarde kroop en alle mens. Al wat een adem des geestes des levens in zijn neusgaten had, van alles wat op het droge was, is gestorven. Alzo werd verdelgd al wat bestond dat op den aardbodem was, van den mens tot aan het vee, tot het kruipend gedierte en tot het gevogelte des hemels. En zij werden verdelgd van de aarde. Doch Noach alleen bleef over en wat met hem in de ark was. En de wateren hadden de overhand boven de aarde, 150 dagen. Einde hoofdstuk 6. Ja, interessant is toch nu 7. Het zei dat jij een ander boek zei als ik. Was dat niet, dat was Genesis 7, hè? Ja, want de volgende is dan Genesis 8, ja. Ja, je zit daar onderaan. Genesis 6 gerade terug, Genesis 8 gerade voor, maar daarom zijn we dus in 7. Ja. Interessant vind ik dat we hier lezen dat dus die vissen allemaal overleefd hebben. Ja. En ook de walvissen. Ja. Die er geen vissen zijn, maar mammals, de zoogdieren, gelijk wij. Daar zijn er zeker welke die omwille van al de... hoe zeg je dat? Al die commotie waarschijnlijk doodgegaan zijn. Maar het staat er hier heel duidelijk in. Je kunt er niet naast lezen. Mm-hmm. Alzo werd verdelgd al wat bestond dat op den aardbodem was. Ja. Niet wat in de zee was. Nee. Dus de dieren in de zee werden gespaard. Of overleefden. Dat heeft waarschijnlijk daarmee te doen dat wij op een eerdere plaats in Genesis gelezen hebben, dat, ik denk dat moet in kapitel 6 geweest zijn. Laat me eens een keer naar Genesis 6 gaan, daar moet het ja ergens staan. And the sons of God saw the daughters of men, bla bla bla, and Noah, but Noah found grace in the eyes of the Lord. These are the generations of Noah, bla bla bla. Dus in Genesis 6, vers 8 staat, maar Noah heeft genade gevonden in de ogen van de Heer. Mm-hmm. Want daarvoor staat, and the Lord said, I will destroy man whom I have created from the face of the earth, both man and beast and the creeping thing and the fowls of the air, for it repenteth me that I have made them. Ja, dat is vers 7 in Genesis 6. Ja. En de Heere zeide, ik zal den mens, die ik geschapen heb, verdelgen van den aardbodem, van den mens tot het vee, tot het kruipend gedierte en tot het gevogelte des hemels toe. Want het berouwt mij dat ik hen gemaakt heb. Het berouwt hem niet dat hem de vissen gemaakt heeft. Nee. Het berouwt hem niet dat hem de walvissen gemaakt heeft, die er geen vissen zijn. Ja? Dat zijn zoogdieren, gelijk wij. Dat berouwt hem niet. Wat wil dat zeggen? Dat alles wat op de aarde leefde corrupt was. Niet dat wat in de waters van de zee was. Mm-hmm. Dat was niet gecorrumpeerd. Ja, we hebben ja gelezen dat erin stond vers 5. Scroll eens een klein beetje omhoog, dan kan ik het zien. Vers 5. Komt eraan. Ja, andere richting, ja. En de Heere zag dat de boosheid des mensen menigvuldig was op aarde en al het gedichtsel der gedachten zijns harten ten alle dagen al eindelijk allerlei boos was. Nee, dat was niet een punt die ik wilde zeggen. Maar het was, ik weet nu niet waar we dat nu precies lezen, maar het was dat alles leven op deze aarde gecorrumpeerd was. Ja?
Alles was gecorrumpeerd. Er waren reuzen op deze aarde en zo verder en zo verder. Dus bij wijze van spreken, de mens had zich gemengeld met alle mogelijke soorten waar we het al over gesproken hadden. En ik had ja ook dan op een ogenblik gezegd van ja, God moest alles dat vernietigen, want anders was ja geen mensheid meer over voor Jezus Christus om te redden. Maar dus al dat leven dat in de zee was, in het water, dat was niet gecorrumpeerd. Nee. Dus alleen alles wat op het land is. En dat is een groot verschil met vandaag. Hè? Vandaag maken we de zee ook kapot. Hè? Denk maar een keer aan de plastieke meren, bij wijze van spreken. Al die afval die we in het meer kappen. Dat is vroeger niet gebeurd. En daarom zie je nu iets in deze eindtijd dat anders is dan in de tijd voor de vloed. Wat zie je dan nu wat je vroeger niet zag? Ja, dat die zee kapot gaat. Nee, dat de beesten uit de zee aan het land komen om te sterven. Denk eens een keer aan de miljoenen vissen die overal aan de strand gezwemd worden. Denk eens een keer aan al die walen die uit de zee komen en op de strand gaan sterven. Ja, dat was zie je in een tijd van voor de vloed, hè? Nee, maar dat is al een tijdje aan de gang, Jan. Ja, dat zie je nu. Ja. Omdat de mensheid nu nog veel erger corrupt is als in een tijd toen. Nu gaan we ook nog de zee verzieken en alles wat erin is. Dat hebben we vroeger niet gedaan, voor de vloed. Nu wel. Ja, nou, daar ga ik eens over nadenken. Een goeie. En daarom gaat deze keer ook de hele aarde vernietigd worden. Niet alleen maar met een vloed, de landmassa en dat wat een zee is, blijft leven. Daarom staat in Openbaring 21, ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde en het meer en de zee was niet meer. Doe nog een keer open, Openbaring 21, Perry. Pak hem erbij. Kunnen we er eventjes een keer bij pakken? Kunnen we daar eens een keer over gaan klappen? Is toch misschien een interessante afsluiting voor de studie vandaag. Oh ja. Openbaring, even naar het Nieuwe Testament. Ja, maar even dan scrollen. Ja. Ho, waar is het Nieuwe Testament? Nieuwe Testament en dan naar beneden, naar beneden, naar beneden, naar beneden, naar beneden, naar beneden, naar beneden. En dan helemaal naar beneden. Openbaring. Voilà. Daar zei je? En dan 21. Als ik niet mis ben, staat het in 21. Ik ben niet goed met te weten in welk boekvers en kapitel die dingen staan, maar hier staat. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan. En de zee was niet meer. Ja. Wauw. Wow. En de laatste keer was de zee nog wel behouden, hè? Ja. Door een vloed. Maar nu wordt de aarde kapot gemaakt door vuur. En er blijft niks meer over. En dan komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Wauw. Ja. Ja, ik ben er stil van. Oh, spijtig. Ik hoopte ook een beetje bijdrage van jou. Ja. Ja, maar jij hebt zoek bijzondere info. Nou goed, we mogen het allemaal wel in laten werken. Is dat nou? Ja, precies, want dat doet mijn brein altijd. Ik sla het direct op en. Het boek Openbaring is zonder meer een heel bijzonder boek. Dat sowieso, want dat had ik al direct geschoten. Maar wat ik nu allemaal lees ook weer en hoe Jurk dat ook. Ja. En de zee was niet meer. Het is de eerste keer dat ik me hiervan bewust word, hoor. Ja, ik namelijk ook. Maar ik was sowieso volgens mij al in de jaren 70 begon dat met die dat de zeeën vervuild werden met olielekkages van boten. En in de Golf van Mexico hebben we zo'n van BP. Hebben we nog zo'n hele grote olielek gehad, terwijl het eigenlijk gewoon heel snel gedicht kon worden. En dat gebeurde maar niet. Ja. Maar dat was weer een kostenkwestie. Het was te duur of zo. Ja, zo is dat. Snel op te lossen. De BP oil spill was dat. Ja, daar heb ik ook een video van op mijn hoofdkanaal in een tijd gemaakt. Ja. Maar nu, kijk, ik wil daarmee niet zeggen van dat onze meren
onherstelbaar vervuild en vergiftigd en slecht zijn. Dat zal die mensen van de klimaatagenda in hun welzijn spreken. En dat doe ik niet. Ja? Maar het is heel duidelijk dat de aarde nu op een veel ergere toestand naartoe gaat als het dat voor de vloed was. Ja. We hebben ja ook vandaag de dag ganz andere middelen. Ja? Die mensen die voor de vloed geleefd hebben, die hebben ook een industrie gehad en die zijn ook niet dom geweest. Integendeel, die zijn heel vaak, zelfs ben ik van overtuigd, slimmer geweest als wij. Ten slotte zijn die er tenminste in geslaagd om de piramides te bouwen. Want dat de piramides van voor de vloed zijn, is ook iedereen duidelijk die een klein beetje meer hersencellen heeft als getoast brood. Dat zie je onder andere dat de Sphinx bij wijze van spreken watermerken heeft. En hoe kan dat anders als door de vloed zijn? Maar dus die aarde voor de vloed was een andere als die aarde die we nu hebben. En die aarde die we nu hebben wordt langs alle kanten gecorrumpeerd van Satan. De lucht wordt gecorrumpeerd met stralingen, met alle mogelijke golven die hem uitzendt. G1, dus G1, 2, 3, 4 en nu dat G5 dat nu aan het komen is, dat is één zaak. Luchtvervuiling is een andere zaak, maar geen luchtvervuiling in die manier hoe dat Greta Thunberg aan het prediken is. Maar gewoon luchtvervuiling, als je nog maar 40 jaar teruggaat, en dan ga je in de koolpot van Duitsland, de streek van Duisburg, daar de Ruhrpot. Daar waren er toen vele fabrieken die zoveel slechte gassen uitgestoten hebben, dat mensen daar gewoon van gestorven zijn. En toen hebben ze filteranlagen gezet en sindsdien kunnen daar leven en goed leven zelfs. Dus je kunt tegen alles iets gaan doen en... De mens is niet diegene die de aarde op zo'n manier slecht maakt dat geen menselijk leven meer daarop mogelijk is. Maar de mens verzeikt het wel allemaal erger als het toen in de tijden van de vloed was. En volgens mij is dat voorbeeld dat we constant deze dode dieren zien aanzwemmen van het meer. Dus daar zijn ja soms miljoenen van vissen die aan de strand gezwemd worden. Mm-hmm. Daar zijn regelmatig sinds 30, 40 jaar van die walvissen die aan de kust komen en die daar gewoon komen om te sterven. Dat zijn tekenen. Dat zijn niet alleen maar tekenen omwille van de mens, maar dat zijn ook tekenen die God zet. Mm-hmm. God maakt ons op die manier duidelijk, jongens, die aarde gaat ten einde toe. Alles is aan het achteruit gaan en ik toon het jullie. En ik toon het jullie ook hierdoor. Dus ik kan niet zeggen dat de mens nu aan de oorzaak staat van dat vissterven in de zee van die vissen die aangezwemd worden. Maar dat zijn nu tekenen dat God zegt van alles gaat ten einde. En deze keer ga ik zelfs de zee wegdoen. Niks blijft meer over. Ja. Er komt een compleet nieuwe aarde en er komt een compleet nieuwe hemel. Ja. Maar je zegt de hele tijd de mens. Maar wat ik dus echt heb ontdekt is dat het gewoon de multinationals zijn. De grootste van de grootste bedrijven, die globalisten, zeg maar. Want jij zegt, je legt de nadruk op de mens. Ja, maar deze als ik mensen dat hoor zeggen, dan neem ik altijd zoiets van, ja, dat is de multinationals die zorgen ervoor dat het de lucht vervuild wordt door die grote fabrieken, maar ook de zeeën vervuild worden. Ja, dan brengen we het maar een keer tot een punt die echt belangrijk is, een enige punt die echt telt. Ja. Deze multinationals zijn allemaal de handelaars van deze wereld, juist? Ja, de merchants, ja. Ja. De merchants van deze aarde worden genoemd in het boek van Openbaring in kapitel 18, in vers 6, 7 en vers 23, volgens mij. Diegenen zijn het. En als je dan een keer leest, Openbaring kapitel 17, vers 2, waar dat daarin staat, dat de koningen van deze aarde ontucht bedreven hebben met de hoer van Babylon en de mensen op deze aarde dronken zijn van de wijn van haar ontucht, dan snapte waarom ik altijd zeg de mens, want dat zijn deze mensen die samen met Satan daarvoor werken dat de wereld verzeikt wordt, eerlijk gezegd. En ik bedoel voornamelijk psychisch, geestelijk verzeikt wordt. Ja, nee, maar nu heb je... Met welke, nu heb je koningen, al... met welke je hebt... de koningen de aarde gehoereerd hebben en die de aarde bewonen, zijn dronken geworden van de wijn, haren, hoererij. En deze multinationals, dat zijn allemaal diegenen die met de koningen samenwerken die dat gaan doen. Ja. Dus ik bedoel niet... Jan en allemaal. Ja,
Ja, en alle mannen op de straat, ja. Maar daarom zei ik dat even. Want ik bedoel niet Chanteau. Zo kan het overkomen namelijk voor de mensen die ernaar luisteren. Want ik heb dat zelf ook wel eens gehad. Als je er naar luistert, dan denk je van ja, maar hij geeft de mensen de schuld. Maar nu heb je het gewoon genuanceerd en de groep die het doet, die krijgt nu zeg maar... Het zijn vooral die mensen die voor de agenda van Satan werken. Ja, precies. Zo, dat is nu spijtig, gewoon maar spijtig genoeg zijn dat 99% van de bevolking van deze aarde als het niet meer is. Yes. Ja, dat begrijp ik. Ja. Dat is ook heel goed gezegd. Want dat is dus namelijk... als ik dan zeg de mens, dan mogen we in feite alleen maar die paar christenen uitnemen. Ja. En dan is het meer juist. Maar ik versta je punt die je wilt zeggen. Waarom Je hebt ook, weer een heel mooi... Ja, nee, klopt. Ja, dat is in de openbaring staat het toch heel duidelijk in. Die de aarde bewonen... Ja. Zijn dronken geworden van de wijnharen hoererij. Ja. Die de aarde bewonen. We wonen nog allemaal op deze aarde. Ja. En er zijn maar heel enkelen die geselecteerd zijn van God. Die gekozen zijn om hem te volgen en niet Satan te volgen. Al de rest volgt Satan. Ja. En al de rest doet met de wereld niks. Die denken namelijk alleen maar aan zichzelf en ze denken alleen maar aan de schepping. Ja. En zo mensen als Greta Thunberg, die vallen elke dag op de knieën voor de zon en bidden de zon aan. Ja, misschien is het niet fysiek, dus misschien is het niet daadwerkelijk op die manier, maar spiritueel doen ze dat. Ja. En ze bieden God meer aan, ze bieden de schepping meer aan als God. Zo. En daar moet ik alleen maar toe zeggen van ja, dan laat ons toch maar eventjes naar het boek van de Romeinen gaan. Daar gaan we toch eens een keer in kapitel 1 van de Romeinen. Ja? Mm-hmm. En daar staat erin in vers 19. Because that which may be known of God is manifest in them, for God hath showed it unto him. For the visible things of him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even his eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Because that when they knew God, they glorified him not as God, neither were thankful, but became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened, professing themselves to be wise, they became fools. Romeinen 1, vanaf vers 18. Want de toorn Gods wordt geopenbaard van den hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen, als die de waarheid en in ongerechtigheid ten onder houden. Onvermits hetgeen van God kennelijk is, in hem openbaar is, want God heeft het hun geopenbaard. Want zijn onzienlijke dingen worden van de schepping van de wereld aan uit de schepselen verstaan en doorzien, beide zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn, omdat zij, God kennende, hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt, maar zijn verijdeld geworden in hun overleggingen en hun onverstandig hart is verduisterd worden. Zich uitgevende voor wijzen zijn zij dwaas geworden. Yes. En hebben de heerlijkheid des onverderfelijken rots veranderd in de gelijkenis ins beeld van een verderfelijk mens en van gevogelte en van viervoetige en kruipende gedierte. Met andere woorden, ze hebben de schepping voor de schepper gesteld. Ja. Ze zijn heel egoïstisch en trots. Hè? Ze kloppen zichzelf op de borst van kijk mij eens goed zijn en kijk mij eens dat ik alles weet, terwijl ze eigenlijk gewoon niks meer weten. Jesaja 14, vers 12 voor het volgende. Ikke, ja, en de rest kan stikken. Ja. Ik ga mezelf verheven over de congregatie van het noorden. Ik ga worden gelijk de hoogste. Ja. Lucifer. Ja, want ik heb er altijd al een hekel aan gehad. Als mensen een ego hebben, dan heb ik zoiets van, nou, dan blijf ik bij jou uit de buurt. Ja. Dan liep ik altijd al met een grote boog omheen. Ook is het zo qua tijd dat we over het uur zitten. Oh. Ja, want dat weet ik wel. Dat ging, maar het was toch een interessante ging afsluiting. Lekker. Ja. Ik vond het ook wel mooi om het hiermee af te sluiten met Romeinen 1. Dat begin van de brief van Paulus aan de Romeinen. Ja, mensen moeten zich een keer beginnen afvragen. Je hebt de vier
evangelies van het Nieuwe Testament, Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, ja. dan heb je het eind van de 70ste jaarweek in de geest van Jezus Christus en door die handelingen van de apostels en de verhalen van de apostels verder. En dan gaat het over die epistels. En waarom is het allereerste epistel van Paulus geschreven in het hart van het beest? Ja. Want dat is Rome, ja, het beest, ja, ja, nog altijd. Ja. Waarom is dat daar geschreven? Waarom schrijft daar de eerste brief voor? Hij gaat direct naar het hol van de leeuw, ja. Naar Rome. En zegt hun in kapitel 1 heel duidelijk waar het op staat. Ja. En ik heb in Duits een keer 8 uren een studie gedaan over vers 15 tot 32, Romeinen 1. Mm-hmm. 8 uur alleen over deze paar versen. Ja, ja. Ja? Omwille van dat in deze paar versen, als je het leest, heel duidelijk wordt waarom sodomie bestaat en hoe, wat de oorzaak van sodomie is en ook wat de oplossing van sodomie is. Ja. Want dat is geen ziekte. Nee. En die mensen zijn ook niet zo geboren, gelijk Lady Gaga. Oh ja. Beweren. Ja, dat is ook een valkuil weer waar je in kan trappen. Ja, dat was een hele gemeene ook. Ja, maar dat klinkt zo aannemelijk. Maar the serpent was more subtle than all the other beasts of the field. Hè? Ja, heel subtiel, ja. Ja, ja. Ik wil een keer afsluiten. Laten we ja, precies, want anders gaan we een heel nieuw onderwerp aan. Nou, ik vond het hartstikke mooi. Ik ben erg blij dat we dit gedaan hebben. En ik heb er weer wat bijgeleerd. En fijn dat we hoofdstuk 7 netjes afgerond hebben. En dan kunnen we de volgende keer het oppakken bij Genesis 8. En dan gaan we lekker bij het begin beginnen. Ik ben er groots op. Jammer, wil jij nog iets ter afsluiting zeggen? Nee, het is helemaal klaar. Ik sluit hem maar af. Nou, het was geweldig. Ja, en Jurk, jij nog een laatste woord? Ja, ik heb zeker nog een laatste woord. Ik denk dat wij vandaar ook met deze Bijbelstudie terug duidelijk gemaakt hebben dat er in deze aarde heel veel bedrog is, heel veel leugen is, je heel veel verhaaltjes kunt volgen, je heel veel agendas kan volgen. En ik kan u zeggen, of dat je het nu gelooft of niet, er is maar één plaats op deze aarde waar je de absolute waarheid vindt. De waarheid is Jezus Christus. Mm-hmm. Hij heeft gezegd, ik ben de waarheid, de weg en het leven en niemand komt naar de Vader behalve door mij. Ja. En om hem te leren kennen, moet je zijn boek kennen. En daarom hebben we vandaag de Bijbel gelezen, want dat is zijn boek. Hij maakt zich ons openbaar door zijn woord. Mm-hmm. En hemel en aarde gaan vergaan, maar zijn woord gaat niet vergaan. Oh. Wees daarom zeker dat je zijn woord kent. Pak de Bijbel, pak ze vast of lees ze online. Maar lees de Bijbel. En begrijp hem. Ja. Nou, super tof. En dan zeggen wij met z'n drieën in koor tegen jullie. Tjus. Tjus. En tot de volgende keer.